Hoi allemaal, leuk dat je weer kijken. En ik heb voor jullie vandaag echt een mega unboxing. Kijk. Oh, kijk hoe groot een doos is. Deze doos van de webshop Beautiful Bijou. Bijou, wacht even. Ik kan het woord niet goed uitspreken. Wacht even. Beautiful Bijou. Bijou. En het is echt, wow, echt heel groot. Maandag in mijn vlog had ik hem voorbij laten komen. En toen had ik hem heel even opengemaakt. En dacht van, wow, hier zit echt heel erg veel in. En toen zei ik van, oh, stop. Moet ik hier geen unboxing video van maken? En toen vroeg ik dat aan jullie en zeiden jullie van, ja, doen. Dus ja, ik maak er maar gewoon een unboxing video van. Ik kom even naast me neer, zodat jullie kunnen meekijken. Doos alleen is echt super leuk, want het staat op New Year en Merry Christmas en zo. Heel erg tof. Dus moet ik openmaken. Ik was eerst deze tas. Heel leuk, deze Merry Christmas tas. Ik heb ook allemaal spulletjes in nu. Oh, wat handig! Ik kan hier anders gewoon even al het afval in doen. Dan hoef ik hier niet gelijk strijdend troep, zeg maar. Wat handig! Kan ik hier gewoon alle spullen in doen en hier zeg maar al het afval. Hey! Oh, dit is een sjaal! Wat is dat dan? Oh, heel mooi. Ik ben echt een groot zwartoffel fan, dus ik vind het pantoontje echt heel mooi. Vorig vond ik het echt heel oma-achtig, maar nu ben ik er echt heel erg fan van. Die webshop verkoopt nu trouwens ook kleding. Ik heb dus best wel leuk contact met hen, dus dat weet ik dan wel allemaal. En het is echt gewoon, ja, echt een leuke webshop. Ze hebben leuke dingen. En dit is dan nog één. Dit is dan denk ik sjaal 2. Oh, deze is net iets anders. Deze is een beetje, ja. Die andere was in het groen, deze is van rood. Oh, en deze is dikker. Oh, kijk, de achterkant is wel anders. Heel vet, heel mooi. Jongens, dit is echt heel veel. Oh, oh nee. Oh, dit is een truitje. Life would be perfect if we had these. Deze heb je toch ook ergens op WeHeart? Heb ik dit plaatje ooit gezien? Ik had het vroeger had ik dit volgens mij als Hives achtergrond. Ik herken hem wel. Gewoon een zilver topje. Hij is best leuk. Ik zou het ook echt als pyjama top of zo gebruiken. Ik vind het echt lekker om dit soort dingen te slapen. Vechtersrolletjes. Wat is dit? Zijn het koekjes of zo? Ja. Vechtersrolletjes. De rolletjes zijn volgens velen het lekkerste met slagroom. Oh, je moet er slagroom zo in doen. Wat is een rolletje? Een dun tussen ijzer gebakken wafeltje. Oh, lekker, een wafeltje. Een spuitbusje om dingen in te doen. Ik film trouwens even nu met zonlicht. Dus het kan zijn dat ik opeens heel geel word. Of dat ik juist weer een andere kleur krijg. Dat komt gewoon door de zon. Oh ja, lekker. Van die lekkere wafeltjes. Wat is nou weer? Oh, jezus, wat handig. Oh, dit is ideaal. Dit is voor je sieraden waar je zeg maar armbanden omheen kan doen. Oh, hier ben ik echt heel blij mee. Want heel veel van die sieradenhouders zijn echt, ja, ik zeg gewoon eerlijk, zijn echt lelijk. Maar deze ziet er gewoon tof uit. Kijk, jongens. Oh. Gewoon een tulband. Oh, wat lekker. Superleuk voor kerst. Oh, echt leuk trouwens dat ze niet alleen sieraden deze keer doen, maar ook echt andere dingen. Maar ik zie hier heel veel doosjes voor sieraden. Daar ga ik nu mee aan de slag. Mooi, heel mooi. En dit armbandje. Heel mooi, goud en dan met die ja, soort crème-achtig lintje eraan. Oh, dit zijn oorbellen. Echt een beetje, ja, best wel chique oorbellen. Ik zou best wel naar een gala of zo aandoen. Kruidjes. Oh, mooi. Deze is echt heel mooi. Deze armband lijkt heel erg op die van Michael Kors. Michael Kors heeft er ook zo een. Met zo'n gespje en ja, een beetje glitterdetails. Oh, deze ga ik denk ik heel veel dragen. Wauw. Die oorbellen. Heel vet. Deze zijn ook echt heel mooi. Ook voor kerstschalen met een jurkje of zo. Oh my god, wat mooi. Ik hou heel erg van statement catwalk, maar dit is echt prachtig. Oh, ik doe het heel onhandig nu, maar kijk hoe mooi is deze. Heel vet.
Oh, dit is er ook zo één. Kijk, ik heb dus statement kettingen, maar ik merk de laatste tijd dat ik heel erg veel van die zilveren draag. Want gewoon zilveren diamantjes. En dit is er ook zo één. En ik merk gewoon ook zilveren draag, want ik vind ze zo mooi. En ik combineer ook heel makkelijk met dingen. En het staat gewoon een beetje, ja, chic is niet het goede woord, maar een beetje classy misschien. Ik vind het echt prachtig. Deze is heel mooi. Oh, jeetje. Oh, dit zijn echt hele mooie ringen. Ja, ik ben, jullie weten, ik ben best wel fan van ringen. Ja, half om je vinger zitten, zeg maar. Nee, niet half om je vinger, maar dat er twee keer om je vinger gaan. Een soort rondje eromheen maken. Ik vind met het strikje vooral heel erg leuk. Pasta. Hoe leuk. Ik vind het echt super leuk dat ze ook gewoon eten erin doen. Ik ben echt groot pasta fan. Love pasta. Het is dat ik de enige in huis ben hier die pasta lekker vindt. Mijn vader ook. Maar mijn moeder vindt het niet zo lekker. Alleen noedelsoep als het Chinees is. Mijn zus vindt het niet lekker. Ik hou er echt heel erg van. En dan, nou, zaterdag dan komen we vader maken. Dus pasta voor mij, want het is dan wat anders. Dan moeder er vaak zaterdag niet is. Dus, nou ja. En met super leuk. Bordeaux, heel mooi. En dan dit dingetje eraan, hoe heet zoiets? Dit dingetje, leuk. Oh, van die schuimkantjes. Oh, lekker. Ik kijk nu echt om met de kerst gewoon de hele tafel te versieren en allemaal lekkere dingen neerleggen. Ook met de kerst, kijk. Dit zijn van die chocolade dingetjes. Ook heel lekker. Is dit nou weer? Oh, dit is vlees. Ik ben vegetariër. Maar nou, ik kan hier bij iemand thuis wat een klein ding maken. Ik denk dat mijn vader het wel echt lekker vindt. Of mijn zus of moeder. Ik wel heel niet wat erin heb gedaan. Oh, ik wil niet ondankbaar overkomen ofzo. Alsof ik het niet leuk vind dat ik vlees heb gekregen. Maar ik vind het hartstikke leuk hoor. Maar ja, ik kan er niet zo veel mee, weet je wel. Oh, lekker noten. En oh, een appel- en peersap. Vind dat biologisch? Ik vind het echt zo tof dat ze allemaal van dit soort dingen erin hebben gedaan. Oké, ik ga nu wel weer even iets verder met de sieraden. Maar hoe origineel is dit? Steven Tretting hoor. Denk ik. Ja. Oh, wow. Jezus, ik denk dat dit tot nu toe echt mijn favoriet is. Is deze mooi? Die kleur ook. Prachtig. Oeh. Jongens, ik voel me echt net jarig gewoon. Dit is zo tof. Oh, wauw. Kijk, dit is nog zo'n statement ketting met van die zilveren, van die zilveren details. Als je gaat opdoen, met die zilveren diamantjes, waar ik dus best wel van hou. Mooie oorbellen. Het zijn best wel, ja, feestelijke oorbellen die erin zitten. Ik vind het ook heel vet. Oh, wauw. Ja, dit is nog zo'n Michael Kors lookalike armband. Ik vind die echt super vet. Maar ook, weet je waarom? Ze passen echt met heel veel dingen. Ik draag best wel vaak van deze, van die slavenarmbanden. Deze heb ik dan van mijn oma gekregen. Toen ik een award kreeg. Zo lief, wil ik even vertellen. Ik had dus in februari dus een award gekregen. En toen gaf ze me deze cadeau. Oh ja, even over iets heel anders. Ik vroeg trouwens een tijdje geleden of jullie willen stemmen voor jongeren van dit jaar. En als je mijn blog volgt, dan weet je het dan. Maar als je mijn YouTube volgt, weet ik het niet. En als je mijn Instagram volgt, weet je het ook wel. En Twitter ook wel. Maar als je me alleen op YouTube volgt, weet je waarschijnlijk niet. Maar ik ben het uiteindelijk geworden. En ik wil jullie daar heel erg voor bedanken. Want het was super vet. Ik voel me echt heel erg vereerd. Ik denk, want ik vertel het even voor de mensen die het misschien nog niet weten. Maar kijk, hij lijkt heel erg op die slavenarmband. Dus ik denk dat je deze ook met super veel dingen kan dragen. Oh, wat leuk. Nee, ze hebben een kerst. Oorbelletje en een sneeuwvlokje. Ja, het zijn oorbellen. Ja, maar wacht even. Dat betekent dat je zeg maar verschillende oorbellen in moet in elk oor. Ja, dan ben ik niet zo gewend, weet je wel. Maar ik weet dat dit setjes er zijn. En daarna deze. Deze oorbellen zijn ook best wel feestelijk. Heel erg mooi. Ik denk dat dit ook nog wel een sieraad kan zijn. Maar dit doosje. Oh, maar dit zijn die Dior lookalikes. Ik vind deze echt heel vet, want ik draag altijd zulke pareltjes. Echt, always eigenlijk. En bij deze moet je dan zeg maar het kleine parel voor en de grote parel achter. Dus krijg je zo. En ik had zo'n setje, die waren ook van Beautiful Bijou. Maar op het treinstation stond ik dus. En ik wilde hem even losmaken, want het zat niet helemaal goed of zo. Ik weet niet meer of het is soms dik voor mij dat ik ze eruit haal. En toen rolde hij zo van het perron af op het spoor. Mijn oorbel. Ik zag hem echt zo gaan zo. Toink, toink, toink. Ik dacht echt van, nee. En toen was hij weg. En toen dacht ik van, oké, laten we maar op het spoor. Hopeloos.
Ik ben wel blij, want nu heb ik ze dus weer. Nou, nog zo'n schattig kerstpakketje. Oh, wow. Jeetje. Ik weet niet zo goed wat ik hiervan moet vinden. Aan de ene kant vind ik ze vet, aan de andere kant... Nee, eerlijk gezegd, ik ben gewoon heel eerlijk hoor. Ik denk niet dat ik dit zou dragen. Het is een beetje een hoge disco bal gehalte. Nee, ik weet niet zo goed wat ik ervan vind. Ik wil niet ondankbaar overkomen ofzo, maar ik ben gewoon heel eerlijk. Oh, lekker, M&M's. Oh, kerst M&M's. Bestaat dat? Ach, gewoon. Maar dit is dus bedoeld voor die wafeltjes waar ik net over had. Daar moet je slagroom in doen. Ik denk dat die slagroom niet lekker vindt. Ik vind de smaak wel lekker, maar de structuur vind ik zo, zo luchtig dat ik het niet zo heel lekker vind. Oh, kerststol. Ik hoop maar niet dat mijn ouders nu dus kerstinkoop aan doen zijn. Want ik weet dat ze net naar de supermarkt zijn gegaan. Ik hoop maar niet dat ze nu allemaal nieuwe kerststol gaan kopen. Dus om meteen even zeggen van, yo, wacht even. Doe geen kerstinkopen. Caramel vanilla thee. Yummy, ik ben best wel een theeluid. Laatste tijd. Het verschilt. Het gaat bij mij echt in fases, eigenlijk. Ik ken dit smaakje nog helemaal niet. Is die lekker? Hij lijkt mij wel erg lekker namelijk. Dit is het laatste, jongens. Wat zal dit zijn? Dit vind ik echt zo'n pakje koud. Even kijken. Spannend. Wat is dit? Nee joh. Dit is echt ideaal. Zie je, je hebt allemaal van die dingen en daar kun je je ringen tussen doen. Hij is nu helemaal leeg op een paar papiertjes erin na. Maar wow. Ik vond het zelf eigenlijk best wel tof dat het ook weer wat andere dingen waren. Zo van eten en zo. En allemaal kerstdingetjes. Nou, bedankt voor het kijken. Vergeet niet te abonneren als je de video leuk vond. En dan zie ik jullie morgen weer. Doei.